Rogi Veenstra, hartelijk gefeliciteerd met jouw aanstelling tot de hoofdjeugdopleidingen bij Excelsior Rotterdam. Een nieuwe uitdaging. Ja, dankjewel. Ja, dat kan je wel zeggen. Ik ben natuurlijk bekend als amateurtrainer. In dit geval bij ASWH de laatste jaren in de tweede divisie. Dus dan is die stap naar hoofdopleiding een enorme uitdaging. Ja, dat is een bewuste keuze denk ik. Ook vanuit jouw kant en ook vanuit de clubse kant gezien de ontwikkelingen de laatste jaren. En dan is dat een mooie samensmelting tot één uiteindelijk. Ja, dat denk ik wel. Ik heb best wel in vroegtijdig stadium aangegeven dat ik zou stoppen bij ASWH. Nou, toen heb ik gewoon heel rustig gekeken wat er op mijn pad zou komen. Uiteindelijk hier wat gesprekken gevoerd. En toen was het voor mij vrij snel duidelijk dat ik aan alles wel voelde dat ik hier heel erg welkom was. En dat ik voor mezelf ook wel dacht dat ik toe was aan echt iets anders. Want dat is het natuurlijk wel. Ik zal niet elke dag meer op het veld staan. Maar ik voelde me daar heel erg goed bij. Dus ik heb heel veel zin om te beginnen. Ja, want als persoon zelf zijn, als trainer eigenlijk specifiek. Ja, je bent niet per se een puur een trainer, want je bent daarnaast ook nog actief geweest naast ASWA natuurlijk. Ja, klopt. Ik ben eerst bij Zeelandia Middelburg, want ik kom zelf uit Zeeland, ben ik trainer geweest in de hoofdopleidingen. Ik ben 6-7 jaar jeugdtrainer geweest bij de jeugdvoetbalopleiding in Zeeland. En dat heb ik eigenlijk altijd wel gecombineerd met het seniorenvoetbal. En op het moment dat ik naar ASWA ging, ben ik technisch coördinator geworden bij JVOZ. Dus toen ben ik me echt gaan richten op de ontwikkeling van jeugdspelers. En voornamelijk gekeken naar de ontwikkeling van jeugdtrainers. Omdat ik dacht dat daar nog veel winst te behalen viel. En waar de spelers uiteindelijk ook veel profijt van hebben. Ja, en die winst die probeer je natuurlijk ook hier te gaan behalen bij de jeugdopleiding. Dat is vanaf 1 juli ga je aan de slag. Dat is een hoop voorbereiding nog gaat het worden in de zomer. Ja, tuurlijk. Het is voor mij sowieso iets nieuws. Dus daar moet je sowieso heel erg goed op voorbereiden. Je gaat natuurlijk naar veel meer momenten in de week. Dat wil ik heel graag. Maar ja, dat zal het pakket wel wat vergroten. Ja, en er is hier natuurlijk de afgelopen jaren ook heel veel gebeurd. Met een hoofdopleiding en met Marco die hier heel veel jaren heeft gezeten. Dus ja, ik zal de komende weken, maanden in gesprek moeten gaan met mensen bij de jeugdopleiding. Om vervolgens te bepalen van oké, welk sausje ga ik er zelf over gooien. Ja. Het sausje wat je natuurlijk net al noemt van Marco, die ligt er al een aantal jaren. Dat is een cultuurverandering, maar dat wordt iets anders voor jou om daarmee om te gaan natuurlijk. Hoe ga je daar ook mee om? Ja, je gaat gewoon kijken wat er op dit moment plaatsvindt, waar ze hun energie in steken. En kijk, als er een verandering is van personen, dan is er ook altijd net eventjes wat anders wat belicht wordt. Als je een trainerswissel hebt, heb je dat ook. Hè. De een speelt wat aanvallender, de ander wat verdedigender. Ja, dat zal je bij een hoofdopleiding ook krijgen. Ja, de een richt zich heel erg op de organisatorische kant. De andere is heel erg gericht op het individu. De ander misschien op de speelwijze per team. Dus dat zal de komende weken duidelijk worden. Maar ik sta er in ieder geval heel erg voor open om alle know-how van de mensen die hier al jaren zitten te ontvangen. Ja, en dan is het ook natuurlijk wel belangrijk. We hebben het over de jeugdopleiding. De verbintenis met het eerste elftal wordt heel vaak aangehaald. Daar ga je natuurlijk ook een rol in spelen. En dan het belangrijkste is om weer een mooie doorgroei te krijgen eigenlijk zoals we het nu ook kennen. En dat lijkt me een heel mooi doel dat je weer gaat stellen voor jezelf eigenlijk. Ja, dat is natuurlijk bij elke voetbalvereniging is dat hartstikke mooi. Of het nou een amateurclub is of een profclub. Maar dat is wel iets waar een hoofdopleiding, maar zeker ook de jeugdtrainers heel erg gelukkig van worden. Dat je heel veel tijd en energie steekt in spelers die 1, 2 of misschien wel 5 jaar later in het stadion spelen als eerste elftal speler. Dus ja, dat is uiteindelijk het doel. Wat je zegt, dat is de afgelopen jaren genoeg gebeurd. Maar misschien dat Excelsior wel promoveert, je weet het nooit. Ja, zou je dat gewoon nog steeds moeten krijgen? Dat zal dan niet makkelijker worden, want dan gaat het niveau wel omhoog van het eerste elftal. Alleen we moeten wel een situatie gaan creëren dat de stap daar naartoe per jaar goed verzorgd wordt van onze kant richting de spelers. En dat ze uiteindelijk, als ze de kans krijgen, er ook echt aan toe zijn. Dus dat is iets om heel erg trots op te zijn. Wat ik zeg, dat is de laatste jaren heel vaak gebeurd. En dat moeten we zo houden. Ja, daar hebben we het nog eigenlijk specifiek over de inhoud. Een hoofdjeugdopleiding brengt altijd misschien een visie met zich mee. Heb jij daar al een concreet beeld bij? Of is dat nog iets wat je langzaam gaat vergaren met alle know-how die hier al zit? Ja, dat laatste sowieso. Omdat je goed de club moet leren kennen. En goed moet weten waar ze mee bezig zijn. En aan de andere kant kom ik natuurlijk als jeugdtrainer en als seniorentrainer kom ik hier binnen. Dus ja, mijn visie zit hem vooral heel erg in voetbal. In de ontwikkeling van spelers op het veld.
En ja, dat zal ook zeker plaats gaan vinden. En ja, wat ik zeg, ik zal de eerste maanden voordat ik begin, zal ik heel goed in kaart moeten krijgen waar de club mee bezig is. En uiteindelijk heb ik er heel veel vertrouwen in dat ik dan wel mijn eigen expertise terug kan koppelen richting trainers en richting spelers. Ja, daar hebben we ook alle vertrouwen in. En dan gaan we met veel positiviteit en genot eigenlijk de toekomst in. En dan zien we je graag vanaf 1 juli volledig achter bij Excelsior Jeugdopleidingen. Dankjewel.